Wat zijn de reacties uiteindelijk geweest toen? Hele positieve reacties. Ook van mensen die ik persoonlijk niet kende. En daarbij ook dat we te horen kregen dat we als gezin, maar ook ik individueel, heel sterk ben. En er ook heel sterk in sta op dit moment. Ja, wat deed dat je? Dat gaf me echt kracht om ook, zeg maar, eigenlijk te horen van anderen van oké, je doet het goed. Je doet het ook goed om door te gaan en op de manier hoe we het met z'n allen natuurlijk doen. Ja, nou, het is iets waar jullie in principe dagelijks mee geconfronteerd worden, hè? Je zusjes, je ouders zijn ook hier. Niet makkelijk. Ik. Is het dan, als je het zo deelt met de wereld, het zijn positieve berichten natuurlijk ook wel, is het ook wel eens moeilijk juist te delen? Ja, op sommige momenten is het wel moeilijk. Omdat sommige mensen verwachten het natuurlijk niet bij mij of bijvoorbeeld bij papa en mama. En dan komt het meestal wel hard binnen bij een persoon. En dan kunnen sommige mensen wel reageren van, oh ja, oké, dat mensen er heel ongemakkelijk op reageren. Maar op zich, daar ben ik, klinkt heel raar, wel aan gewend. En daar leer ik ook mee omgaan van, het maakt niet uit hoe mensen reageren als ze maar weten van het verhaal en wat er is gebeurd. Ja. Je vertelde dat je heel veel pijn hebt in je been, nog steeds. Hè? Op een schaal van 1 tot 10 was het 10. Ja. Is dat nog steeds zo? Ja, het is wel zo dat ik hele goede hulp krijg in het ziekenhuis en door doktoren. En dat ze eigenlijk op dit moment ook pijnbehandelingen daar nog steeds voor geven om het alleen maar beter te maken, om die pijn zoveel mogelijk weg te helpen. En helpt het? Ja, op dit moment wel. Gaat beter dan een half jaar geleden? Ja, zeker. Mm. Nou, zei je toen iets tegen mij, laten we even daarna gaan kijken, over het wel of niet kunnen delen van je zorgen en je pijn met je ouders? Kan je je gevoel delen met papa en mama? Ja, op zich wel, maar ik doe het niet. Omdat ik dan denk van, ik belast hun daarmee, dat ik bang ben, omdat hun hebben het natuurlijk ook moeilijk, iedereen heeft het moeilijk. Dadelijk doe ik er naar pijn mee of dat ik dan denk, oké, ik denk er maar niet aan, want dan doet het geen pijn. Dat zijn je vader en je moeder, zullen je altijd helpen. Ja, dat weet ik, maar alsnog, dan ben ik gewoon bang dat ik hun daarmee belast. Maar waar laat je je pijn dan? Want als je het bij iemand kwijt kan, zijn het juist je vader en je moeder. Ja, dat klopt. Die zullen alles voor je doen, altijd. Ja. Toch? Dat klopt zeker, alleen dat moet ik nog gewoon een beetje leren. Heb je het geleerd? Ja, klopt. Hoe komt dat? Ik denk door het maken van het documentaire ook dat dat iets heeft losgemaakt bij ons allemaal, maar ook dat ik ervan heb geleerd om het zeg maar ook te uiten. Omdat ik kan het ook nu op dit moment uiten bij andere mensen, omdat die er ook voor het naar vragen. Omdat natuurlijk niet iedereen wist wat er aan de hand was. Ze zagen natuurlijk wel aan mijn been dat er iets was, maar dat ik er wel mee heb leren omgaan. En omdat ik nu ook goede hulp krijg daarvoor, dat het nu daar ook beter in gaat. En dat ik daar ook mijn ei in kwijt kan bij papa en mama. Je zat op de trap, Erwin, toen we boven zaten te praten met Indy. En je hoorde dat. Wist je toen al, toen zij dat zo zei, dat ze niet haar pijn en haar zorgen met jullie wilde delen? Ja, dat wisten we wel. We hebben een moment gehad waarbij wij therapeuten zaten. Ik kwam daar wel eens een keertje naar voren en dan schrik je daar natuurlijk van. En dan wordt er ook wel uitgelegd waar daaraan ligt. En dat is ook een beetje het brein van een kind. Kinderen proberen toch op een gegeven moment de ouders geen verdriet aan te doen. Mm. En proberen het zelf op te lossen. En ja, toch die documentaire heeft haar ogen geopend. En omdat ze het dan echt zelf ziet. Dat vind ik wel heel mooi. Hoe gaat het nu met je dochter, vind je, Wendy? Goed. Ja? Ja hoor. En waarom gaat het goed? Zeker omdat ze nu natuurlijk stappen gaat zetten voor de wereld in, nieuwe school. En wat ze nou zegt, is nu allemaal van plan is. En ja, dat doet als moeder zijnde goed. Je wil ze natuurlijk bijhouden. Omdat je natuurlijk de angst, die is bij je gekomen, die gaat echt nooit meer weg. Maar als je nu ziet, ze wordt een grote meid. Soms ook wel moeilijk hoor, om ze los te laten. Maar nee, dat gaat goed.